Ja, Orie van de Wouwer is intussen komen aanschuiven. Dag meneer Van de Goedemiddag. Wouwer. Ja. Twee gevallen van agressie tegen chauffeurs van de lijn in Antwerpen, gevolgd door een staking, hebben u geïnspireerd de minister van Mobiliteit te ondervragen. En wat gaat u nu doen, vraagt u. En dan geeft u een overzicht van wat hij gedaan heeft. Mm-hmm. En niet van wat hij nog extra gaat doen. Ja, ja, €1,5 miljoen recurrent gaat naar veiligheid, zegt hij. Er zijn camera's geïnstalleerd. De nieuwe bussen, ja, daar gaan sowieso camera's op zitten. Was dat het antwoord dat u verwacht had? Ja, maar ik was natuurlijk op de hoogte van de vele zaken die al gebeuren. De vraag is dat een afdoende antwoord voor de chauffeur zelf? Het is in het belang van hen en hun werkomstandigheden dat ik deze vraag wilde stellen aan de minister om daar ook voldoende aandacht op te blijven vestigen. Dat het een belangrijke taak is van ons als parlementsleden ook. Ja, vandaar mijn vraag, bent u tevreden met het antwoord? Want wat er gedaan is, dat wist u natuurlijk zelf ook. Ja, en het was ook, de aanleiding was niet enkel deze twee gevallen van vorige week vrijdag en de stakingsaanzeggingen die nu zijn ingediend. Hey, maar dat is een probleem dat meermaals terugkomt. Ik heb de cijfers gegeven. Moet er dus meer gebeuren nog? In 2017 ging het over 404 gevallen van fysieke agressie tegen chauffeurs en controleurs van de lijn. Dat is gemiddeld meer dan één per dag. Dus is dat een vraag? Moet er meer gebeuren? Ja, absoluut. Ja, en wat kan er dan meer gebeuren? Ja, de minister bovenop zegt, wat er geen, nu al gedaan is, hè? Hij zegt, het is geen vraag van inzet van personeel. En denk in verschillende van de gevallen die er zijn, zal dat het antwoord niet zijn. Dat zijn gevallen van blinde agressie in normale werkomstandigheden. Wanneer een chauffeur iemand die wil zwart rijden erop aanspreekt of iemand die zit te drinken, dat is niet te voorzien. Maar er zijn toch ook wel risicolijnen en daar zou het wel interessant zijn om extra personeel, een extra controleur op de bus of op de tram standaard te laten meerijden die daar ook kan tussengrijpen indien nodig. Dus extra volk, dat had u eigenlijk verwacht als antwoord? Dat is een van de antwoorden geweest. Ik zeg net dat op alle lijnen moet voorzien, nee. Dat we elke streeklijn ook moeten dubbel gaan bemannen. Maar die risicolijnen, daar kan dat toch een antwoord op zijn. Ja. Kennen we de risicolijnen? Want ik hoor de collega's van Open VLD zeggen, ja, die veiligheidsmonitor, misschien moeten we die nieuw leven inblazen om te weten waar de risico's liggen. Het is altijd heel goed, hè? Meten is weten, maar de volgende stap is ook iets doen met die resultaten. Ik denk dat we daar opnieuw een tandje moeten bijsteken. Ja, ja. Die risicolijnen zijn bekend. Laat ons daar dan starten met bijvoorbeeld extra chauffeur te voorzien of verder uitrusten met camera's, maar wel camera's die ook werken, want dat heeft dit geval ook aangetoond. Er was al een camera en dat is een van de frustraties mee van de vakbonden vandaag. Er zijn dan camera's en blijkbaar kunnen die beelden niet opgebruikt worden omdat er een technisch defect was. Goed, ik heb heel weinig zien natuurlijk. Ja, maar ik heb de woordvoerder van de lijn horen zeggen, het is ook nooit gemeld dat die camera niet werkte. Het personeel. Over die informatie beschik ik niet. Natuurlijk, een chauffeur of een controleur heeft daar zelf ook natuurlijk helemaal geen zicht op die beelden wel of niet werken. Ja. Nu, zowel het ACV als de ACOD vragen inderdaad extra volk. De ACOD zegt onder meer, de Vlaamse regering heeft extra middelen beloofd na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Ja, die zijn er nog niet. We zijn 3 jaar verder, hè? Ja, dat klopt. En dat is ook een terechte frustratie van de vakbonden en van de personeelsleden. Dat klopt. Dus dat extra volk is de sleutel tot de oplossing? Dat is ook makkelijk om te zeggen, maar natuurlijk, we zien nu al dat de vacatures bij de lijn niet helemaal ingevuld geraken. Daar heb ik een paar weken geleden ook een vraag gesteld over aan de minister. Ja, maar is het geen vicieuze cirkel dan? Want ja, waarom geraken ze niet ingevuld? Misschien omdat mensen denken, ja, die onveilige job, daar begin ik niet aan. U neemt mij de woorden letterlijk uit de mond. Dat waren de woorden die ik ook gebruikt had bij mijn vorige vraag. We zien dat er momenteel verschillende vacatures niet ingevuld geraken. Dat het ziektepercentage bij de lijn gemiddeld een stuk hoger ligt dan andere sectoren. Dat er door het feit dat er mensen door de zware werkdruk uitvallen, dat er opnieuw nog meer druk op de resterende chauffeurs komt. Dus dat is inderdaad een vicieuze cirkel. Dus wij kunnen nu wel vragen, inderdaad, voorzie extra personeel, maar zorg er vooral voor dat die werkomstandigheden vandaag ook al goed zijn. Dat werken voor de lijn, zowel als chauffeur als controleur, dat een aantrekkelijke job is die uitnodigt en die u zelf voldoening geeft en dat in een veilige omgeving kan. Want anders wordt die vicieuze cirkel alleen nog maar groter. Ja, u komt uit de communicatiesector. Is een campagne hier nodig? Maar, om het beroep aantrekkelijker te maken? Sensibiliseringscampagnes kunnen altijd, maar dat gaat niet op lange termijn de gewenste effecten hebben. Goed, hier is nu gestaakt. Die stakingen gaan de agressie tegen chauffeurs ook niet doen afnemen, hè? Nee, dat is het punt natuurlijk. Dat zorgt natuurlijk voor onbegrip bij de reizigers. En daar staat of valt alles mee. Waarom is die veilige omgeving voor de chauffeurs zo belangrijk? In de eerste plaats voor de chauffeurs natuurlijk zelf. Maar in de tweede plaats ook, omdat daarmee de dienstverlening gegarandeerd kan worden, ja of nee. Dus dat is ook in het belang van de reiziger zelf, dat die chauffeurs in goede omstandigheden kunnen werken. Oké, dat is duidelijk. Bedankt voor dit interview. Ja, graag gedaan.
Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.